Breda Nu. Je weet het meteen. Ook dit jaar vindt weer het participatie-evenement plaats in de Grote Kerk in Breda. Maatschappelijk betrokken ondernemingen komen in aanmerking voor de Participatieprijs 2016. En vandaag wordt bekendgemaakt wie deze prijs wint. Ik sta hier met de juryvoorzitter voor de Participatieprijs 2016. Zou je eerst kunnen uitleggen wat de Participatieprijs inhoudt? De Participatieprijs houdt in dat we een van de ondernemers die genomineerd zijn extra in het zonnetje zetten op het feit dat zij zoveel gedaan hebben om mensen uit de doelgroep een plek te geven in de maatschappij op een arbeidsniveau. Hoe zijn jullie gekomen tot de nominaties voor deze prijs als jury? Nou, dat was best wel een uitdaging, want er waren 9 genomineerden. Die genomineerden zijn door de SW-bedrijven genomineerd. En wij als jury hebben daar dan een winnaar uit moeten kiezen uit 3 finalisten. Dat was het plan. Maar het was zo moeilijk kiezen, want ze hebben natuurlijk allemaal ontzettend goede bijdragen geleverd. Dat we uiteindelijk zijn gekomen tot 4 finalisten. En uit die 4 finalisten hebben wij dan 1 bedrijf gekozen. Ja, wat waren de criteria om te winnen? Er waren 3 criteria. En de eerste criteria was hoe zijn de mensen uit de doelgroep binnen de organisatie waar ze zijn gaan werken geïntegreerd. De andere criterium was hoe is de samenwerking met het SW-bedrijf. En het laatste criterium is hoe heeft de ondernemer als het ware kenbaarheid gegeven en openheid gegeven. Laten zien waar hij mee bezig is naar buiten toe. En het bedrijf wat we zo meteen nog gaan zien, wie gaan winnen, die voldeed dus aan alle criteria? Ja, nou in principe voldeed ze allemaal aan de criteria. De een wat meer op het een en de ander wat meer op het ander. Maar de winnaar heeft echt heel duidelijk op 1 vlak zichzelf onderscheiden van de rest. Dus, daar gaan we dan. Zijn jullie er klaar voor? We gaan langzaam over naar de bekendmaking van de winnaar van de Participatieprijs 2016. En de winnaar van de Participatieprijs 2016 is Forever Direct. Waanzinnig moment, hè? Echt oh, wat heerlijk, hè? En wij wisten doen, hè? Precies. Samen. Ja, allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met de prijs. En dan is natuurlijk de hamvraag, de eerste reactie. Ja, enorm onder de indruk uiteraard en heel blij voor het hele team. En ja, we hebben het samen met de WVS en het hele team gedaan. Wat denkt u dat de doorslag heeft gegeven dat u de winnaar bent? Nou ja, zoals ze zei, ik ben het er wel mee eens. We doen het heel breed en het zit ons echt in het DNA. Het verrijken van iemands leven, dat is de passie van het bedrijf. Dus het past heel erg bij ons. Wilt u nog een boodschap ook aan alle werknemers, waardoor u nou deze prijs ook heeft gewonnen? Ja, uiteraard. Ja, mijn grote wens is uiteraard om een inspiratie te worden voor de rest van de collega's. Denk er gewoon goed over na. Het is gewoon geweldig, want we zeiden het net nog, zonder dit team zou het een stuk minder gezellig zijn. En het is echt een geweldig team en een hele hoge productie, want de mensen die zijn enorm betrokken. Sorry.
Breda Nu. Je weet het meteen.